Heb ik even gevraagd wat hier typisch is wat je moet eten. Ze moest er even over nadenken. Ja, wist je wat het was? Nee. Ah, zie je. Dat zit hem. Adios. Kiesjes. Het ziet er wel heel donker uit. Oh, het ziet er toch naar een ander restaurant. Ja. Jammer. Eerst is voor jou. Au. Ja, ik ga all in, hoor. Dit is veel toegankelijker dan een hoester. Dag al, er klopt iets niet, hè? Dit ben ik. Dit is Stijn. Samen houden we van lekker eten en reizen. Maar goed, Stijn was 15 kilo te zwaar en ik had dagelijks een opgeblazen gevoel. Daar wilden we vanaf, zonder de Bourgondische lifestyle op te geven. Yes, gelukt. Samen 21 kilo kwijt en super fit. Hoe? Door te eten als een culikoeler. Je vraagt je waarschijnlijk af, wat eten jullie dan? Nou, onze focus, groente, fruit, vis, vlees, eieren, noten, zaden. Zoals je ziet, geen afstraffing en makkelijk vol te houden. In deze serie laten we je culikoel genieten. Reis en eet je mee? Volg alle afleveringen van Culikoel on the Road. Hey culikoelers, welkom in Saint Felou. Toch Stijn? Absoluut. Ja. Hallo, daar zijn we. En lekker weer. En we hebben hier net een koffietje gedronken. En wat wel heel leuk was, toen ik ging betalen, heb ik even gevraagd wat hier typisch is wat je moet eten. Ze moest er even over nadenken. Ja, maar toen kwam ze met iets. Ja, kijk. Erizos. Erizos, wist je wat het was? Nee, ik wist het niet. Dus ik heb weer een Spaans woord erbij geleerd. Ja. Het is een zeeegel. Ja. Ja, en lekker. Juist in de winter moet je het eten. Ja, hij is nu, het is temporada. Hij is tijdelijk beschikbaar. En precies dat wij er zijn. Ja. Dus ik denk dat we een restaurantje moeten vinden om te gaan proeven. Ik denk het ook. Maar ik denk dat we dan de verkeerde kant op lopen. Want dit is het restaurant, Can Seguro. En is dat daar. En dan... het tweede straatje links. Oké, daar gaan we heen. Hoe is jouw richtingsgevoel eigenlijk, Nicole? Ja, eigenlijk altijd goed. Als iemand de weg moet wijzen, dan ben ik het. Ja, nou, dat zullen we zien in het volgende shot. Dus jij dacht daar echt een restaurant te vinden? Nou... Maar wel een mooi plekje. En, is het wat? Echt fantastisch, man. Super mooi en rustig. Niet normaal, toch? Wat? Oh ja. Kijk, ja, hij heeft het, maar ik heb gevraagd of je dan moet reserveren. Ah, nou, dat gaat lekker zeg. Was toch een specialiteit van hier. Hebben ze het niet? Ja, maar ook echt typisch Spaans. Hè? Je zegt, ja nee, dat hebben we. En 1 minuut later, oh nee, toch niet. Ja. Maar hij was wel zo aardig om een tip te geven voor een ander restaurant. Kijk maar. Hola, ben je... Hay No. Sorry. Is de sea? Sí. Hola. Yes, hola. The sea is... En español. ¿Eh? En español. En español. Sí. Sí. El mar está muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Pero esa es la temporada. De erizo, sí, sí, pero sí. Tienen que sumergirse. Sí. Los humanistas se sumergen, pero cuando hay mucha mar, no sale. Ah, sí. Lo siento. Sí. Adios. Kisses. Hé, dat was een leuke gast, hè? Ja, ik begrijp het wel met al die kisses voor jou. Ja, natuurlijk ben je een leuke gast. Ja, nou ja, intussen hadden we een beetje trek gekregen, dus we zijn lekker gaan lunchen. En in de avond zijn we verder onze zoektocht gaan naar een nieuw restaurant. Ja, 8 uur was die open, toch, Nicole? Ik geloof het wel. Ja. En hebben ze het? Ja, het staat op de kaart. Oh, is die open? We hebben het wel gezien. 8 uur open. Oh, dus, en het is nu 8 uur volgens mij. Ja. Dus laten we gaan kijken. Volgens mij moeten we daarheen. Ja, vanmiddag hadden we het zo. Ja, vanmiddag is het nog niet gelukt om het te proeven. Nee. Het was er niet. Maar misschien heeft hij of zij het hier wel. Ja, nou, we gaan eens even kijken. Ja, het ziet er een beetje verlaten uit. Ja. Is dit het? Oh?
Het ziet er wel heel donker uit. Oh, het ziet er heel... Het echt... Nou. Is het nog geen 8 uur dan? Ja, het is 8:15. Toch naar een ander restaurantje. Ja. Jammer. Het is alleen op zondag, denk ik. Het ziet er wel uit, ja. 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 Oh. Toch lastig, dat Catalaans. Ja, precies. Oké, nou, op zoek weer naar een ander restaurant. Ja, voor de zeeegel. Ja. Nou, hij was wel open om 8 uur, maar alleen op zondag. Ja. En het was geen zondag. Hele goeie. Nou, poging 4 dan. Hey, visrestaurant. Daar en? Wat staat eronder? Oerisos. Inderdaad. Die dus moeten we hebben. Hier moeten we zijn, denk ik. Het ziet er wel mooi en chic uit. Yes! Ja. Ze hebben ze! Cool! Top! Eindelijk! Ja, inderdaad, ja. En nou goed, het was dus de eerste keer dat we ze zijn gaan proeven. En het was ook de eerste keer dat we gingen filmen in het restaurant. En dat was best wel spannend. Absoluut. En zeker in dat restaurant, toch? Ja, het was een wat chique restaurant. Het was ook een beetje kil. Wij werden daar zelf ook wat rustiger van. Maar we hebben ze wel geproefd. Yes, Rico? Zijn wij mucho maar. Mucho maar. Mucho maar. Sabe 100% Wow. Al mar. Ah, sí. Nou, Nico, ik weet het goed gemaakt. De eerste is voor jou. Oké, geen probleem. Ja? Ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Maar ik vroeg me wel af, waar is de vulling? Ja, dat dacht ik ook. Van, is die nou leeg? Maar dit is het, Stijn. Dit? Ja, dit is het. Het is een soort crème. Ja. En hij zei dat het is heel erg naar zee smaakt. Kijk, dus je moet er wel van houden. Nou, daar gaat hij. Ik ben benieuwd. Vis of vlees? Nee, het is wel vis, inderdaad, maar geen overdreven zeesmaak. Oh. Dat is wel lekker, maar ik denk dat je wat meer moet doen. Gewoon 2. Zo. Kijken. Oh ja. Dus meer zee. Wat proef je? Ja, het is een beetje een zachte structuur. Een beetje een zoutige smaak. Nou, jij moet proeven. Okay. Proef jij het maar eens. Ja, ja, ja. Au. Ja, ik ga all in hoor. Jij gaat all in? Ik ga all in. Ik ga is dat het misschien? Meteen. Voor alles. Zo, hoppakee. Ook niet meer dan dat eigenlijk. Ja, je vroeg net aan mij, wat proef je allemaal? Maar het is gewoon is zout. Eigenlijk, het is veel toegankelijker dan een oester. Bij een oester proef ik echt de zee. Ik, Ik had ze gewoon toen we aan het duiken waren gewoon mee moeten nemen. Ja, inderdaad. Ja. Cool. Daar had je ze genoeg. Zo. Stijn, wat vond je ervan? Nou, ik ben blij dat we het toch nog even aan de mensen hier gevraagd hebben. Want ik dacht al, klopt iets niet, hè? Ik zag die vrouw al zitten, maar het was dus blijkbaar de eigenaresse. Ja. Dus wel heel leuk dat ze nog even hebben aangesproken. En nu snappen we het. Want ja, maar... ik werd ook niet van tafel geblazen van, wauw, wat een lekkere smaak. Ja, ik vind een oester veel heftiger. En op internet las ik allemaal dat het naar jodium moest smaken. En dat het, dat je echt aan de smaak moest wennen. Maar het was heel flauw nou eigenlijk, ja, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar het had dus met de zee te maken. Ja. Ja. De zee is niet goed. Wat was er nou exact met de zee? Hij was te wild en hij was 2 graden te warm. Oh, 2 graden te warm. Ja, ik zat daarnaast. 2 graden te warm inderdaad. Ja. Dus ik denk dat we het nog een keer moeten proeven. Ja, en dan gaan we wel omver geblazen worden. Dat hoop ik wel, ja. Ja, ja. Maar het is nog niet de volledige maaltijd. Nee. Zullen we nog wat eten? Ja, dat lijkt me goed. Okay. Ja? Mooi. Nog een zeeegeltje? Het is niet het seizoen. Nee, het is niet seizoen. Nee. We gaan verder kijken. Toch cool dat we de erisos, de zeeegels, geproefd hebben. Ook al waren ze niet op zijn best. En helaas hebben ze in de roadtrip ook niet meer gezien, hè? Nee, klopt, ja. Maar ach ja, weet je, zo is het leven. Het was wel een leuke, ik vond het wel een leuke zoektocht eigenlijk. Een beetje dagopvulling voor ons ook zo, toch? Ja, inderdaad. Maar weet je, we hebben ook iets anders super lekkers gevonden. Dat vindt iedereen lekker. Crema Catalana. Kijk maar eens wat je kunt verwachten in de volgende aflevering. Stijn, dat ken je toch? Ja. Ja, en kijk of de obers ook een déjà vu krijgen. Bienvenidos para crema.
Ja, maar wacht even, hè. De eerste test van de crema catalana Culicool Proof. Kijk, gas erop. Oké, vamos. Hier Nicole, wil je eten als een culicooler, zodat je voor altijd slank en fit voelt? En dat zonder moeite? Ontvang nu gratis 15 culicool recepten voor 5 dagen. Alle recepten zijn in 15 minuten te maken. Meer dan duizenden culicoolers zijn hiervoor gegaan. In 1 week verloren zij al een kilo of meer. En nu voelen zij zich energieker dan ooit. Wil je dat ook? Doe mee. Klik op de link bij deze video en meld je gratis aan. Oh ja, abonneer ook meteen op ons YouTube-kanaal en deel deze video met anderen.